over kribbel, frimmel, piemeltjes. Leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlogje. Het is vandaag zaterdag en ik ga nu even lekker sporten. Wat heerlijk. Hoi, Buffy. Ergens hier, buurtvrouwtje. Dus we gaan even lekker sporten. Ik zit nu in een andere auto, want mijn auto zou gespoten worden. Beurtje, alles. Maar ja, werken maar niet met robots. Dus de spuiten was ziek. Dus dit is mijn eigen waren niet. Dus ik rijd nu met een bling. En ik heb nu geen koptelefoon, geen sportschoenen. Dus dat is eigenlijk wel kaloten. Maar goed, toch gaan we gewoon even door het geluid heen. Want het gaat zo lekker even door het geluid heen gaan. Ik ben al zo lang niet goed geweest. Gisteren kon ik niet, want ik had daar wat te doen met Willem. Dus nu gaan we wel even gewoon lekker. En gewoon helemaal doorgaan. Echt, ik heb er gewoon zin in. En ik ga gewoon even voor goud. Ik ga gewoon even voor goud. Kijk, en ook hebben we weer een maaltijdje van Muscle Meat. Hè, om lekker te groeien. En zometeen moet ik nog even alle bestanden naar oma Maurits sturen. Want anders krijg ik wel mijn kloten. Hij zou wel denken, maar zeggen, heb ik dat nou weer niet gedaan? Ik heb nog van 2 weken, zat er op deze schijf. Sorry oma Maui. Ik ga het naar je toe sturen. Dus, en ik ga zo meteen nog even wegbrengen met de auto. En dan ga ik die bestanden versturen. Dus dan heb ik vandaag daar wel meer druk mee weer. En ik ga binnenkort een nieuwe telefoon halen. De Pixel 8 Pro Google. Ik ben benieuwd of het gaat bevallen. Want anders dan moet ik gewoon weer terug later naar Sony. Dus dat is even een uitstapje van mij. Kijken of het bevalt. En jullie gaan mee op de journey van de telefoon. Hey jongens, hey. Zijn we weer lekker bezig sporten? Die dingen weggebracht die ik moest wegbrengen en brengen en kijken dat ik lekker haal. Ik ga even smoothie halen bij moedertje. Ik moet alleen even de whey protein banana even ophalen thuis. Dus ga ik eerst en daarna ga ik even lekker naar ons moeder. Ons moeder zei nog. Het doet haar nou niet, maar ik deed het toch. Ja, ik weet het, ze zei het. Maar ik ga er eerst even bellen. Want, misschien is ze wel. Tja, nou eindelijk, hij ging aan. Dat is een verdomme net dat die accu leeg. Dus ik zei, ik ga naar mijn moeder, maar even de whey protein halen. Heb ik nou gedaan. En we gaan nu even naar onze moeder toe. En Anneke is er ook, dus we gaan even met mijn moeder naar de stad. En Anneke, ik heb de GoPro mee, even als deze nog niet genoeg opgeladen is. Dus dan gaan we het zien. Even gezellig. Gezellig. We nemen jullie mee met Anneke en mijn moeder op pad. En we gaan naar het tuincentrum, dus ik moest de camera meenemen, want met Anneke en mijn moeder is het, ja, maar van mezelf moest ik het. Want bij jullie is het altijd feest, dus ik ben echt benieuwd. We gaan vandaag gewoon serieus doen. Ja, heel serieus. Ja, dat geloof ik al niet, dat kan al niet. Dan houden we 5 minuten vol en dan houden we het gauw op. Dus we zien jullie zo meteen. En hier. Kijk, hebben we er heel erg. Wat schattig. Wat ben jij, zullen we niet meenemen voor jou? We zijn met z'n drieën. Ja, Niek is inmiddels van de clown. De clown, ja, precies. Willem hebben we mij heel erg leuk. Dit is toch iets aparts. Dan moet je, dat zou ik gewoon een keer doen en dan bij iemand op zijn kop laten vallen s'nachts. Nee, die schrik jij niet zoiets. Nou, doe het even mee. Zo is je. Help eens even mee, wat moet je hebben? Ja, voor Jet. We zijn voor jou bezig, Jet. We gaan een cadeautje scoren voor Jet. Je moet er goed erop gaan zitten, je zit er niet goed op. Je zit er niet goed op. Ah joh, Bugs Bunny is een broer. Mijn moeder wil een konijn. Ze zei, ah joh, wat schattig, kijk eens aan. En vroeger als ik dat zei, als ik het zei, dan zei ze, kom geen vloer meer in huis. Nog geen vis. Ik zei, man, vis hebben geen vloer. Toen zei ze, niks mee te maken. Ja, naakkap. Kijk eens wat een beest te maken. Ze likken elkaar wel lekker. Ja, hij zit wel verkeerd. Hij zit wel verkeerd. Heel veel mensen zeggen altijd wel, ze vinden het leuk als ik met mijn moeder ben, als ik dat film, dan vinden ze mooi. Maar ik lijk wel veel op mijn moeder, zeggen ze. Maar wat ik nou niet snap, ze hebben 2 hokken de man.
Anders dan kennen ze niet slapen. Jawel, kijk, daar zit ook nog. Ze schuit die jochie, hé. Goeiemorgen. Ja, maar zijn ik groot. Zo hier wat onder zitten, prik er eens in. Ik ben niet prik, want ik kan er niet bij. Daar leer ik in het wacht. Ja, er zit wat in. Ja, wat dan? Nee. Een hoop stroom gewoon. Ruik wel een beetje. Komen die dingen daar zo bij, joh? Die zijn zo rood, joh. Die nemen er gewoon in dan. Oh, ja. Ja, maar ja, goed, het zijn grote konijnen, hè. Niemand er zoveel vierkante meter hebben. Krijg ze één levenster. Ja, nee, dit... Het blijft stinken, hè. Ja, maar dit zijn drie leven konijnen. Dit zijn drie sterren konijnen voor de kerst. Ja, dat zijn konijnen. Amina zei van de week. Zij ze? Ik hoor jou praten. Nee. Je hoort mij praten, maar hoe wij het praten, dat kan op elkaar lijken. Ik ben met jullie gedramd. Luister nou eens even. Ik dram niet. Nee, ik wou zeggen, ik dram ook niet hoor, cadeautje. Hoe heet dat spul? Zand. Ah, de potgrond. Hoi, cadeautje. Cadeautje. Nou, net. Ik heb een cadeautje, joh. Jongens, we zagen een Rottweiler, jongens. Een Rottweiler puppy. Was echt wel een jonge lieverd. En die vrouw die noemde die hond cadeautje. Nou, Annick en ik waren er vrij overeens dat die hond geen cadeautje was, maar meer een, wat is het eigenlijk meer dan? Cadeau. Nee. Cadeau. Ik had hem Ellie genoemd. Ellie. Het is een pitbull, ja, nee, nee. Nee, maar het is Rottweiler, die zijn net zo fel, hè? Het is net zo fel. Als ze daar, als ze bijten worden, ze laten ze ook gewoon niet meer los. Maar nou, cadeautje, dat horen bij een tackle, niet bij een Rottweiler. Ja. Kan zo, zo. Maar kijken wat een regen we hebben gehad, Kel. Oh, wat een rijk, ja. Gelukkig dat de maïs eraf is. Nee, ja, maar nou, we gaan naar de stad naar cadeautje. We gaan op zoek naar een andere hond die cadeautje heet. Als we er eentje gevonden krijgen, dan geven we de gelukkige... Een poedel. Dat zal dan nog bij je... Een cadeautje zal nog bij je passen. Maar als we vandaag nog een Rottweiler in de stad tegenkomen en die heet cadeautje, dan ga ik aan iemand onder mijn abonnees... En dan moet je dat even in het ding laten weten. Oeh, het ging net goed, mevrouw de leswagen. En dan ga ik 20 euro verloten. Als ik nog een Rottweiler vind die cadeautje heet, ga ik 20 euro verloten. Onder mijn... En dan zou dezelfde tegenkomen. Onder de abonnees, ja. Vertel het even. Vertel jij het even, dat verschrikkelijke... Dat was toch helemaal wit? Dat huis was helemaal wit en dat hebben ze helemaal zelf opgebouwd en ontworpen en alles. Echt spier en spierwit, die hield ze ook de hele week bij. Uit elkaar gegaan, nou heeft die nieuwe vriendin. En waar komt die vriendin vandaan? Tada! Brazilië. Dus, geil. Dan gaan we het geel verder. Nou, maar... hey, jongens, weet je wat ik ook zin in heb? In een frietje. Nee, we gaan poffertjes eten. Wat de keur, dat keur. Geil. Dat bal. Maar één keer in het jaar. Ja. Ik ben er ook maar één keer in het jaar. Dit heb ik hier mee aangelegd hier. De grond, zand, alles wat hier ligt, zand geleverd. Een hele hoop donderen. Moest ik met de trekker hier tussenuit, tussendoor uit. Waar ze hier die banden aan het leggen. Daar, die grote, die put. Toen reed ik met de achterband van die put over die... Of met de achterband van de, noem maar dat, van de kar over die put. Of over zo'n geul heen. Hij zei, jochie, hij zei de eerste keer, maak het me niet zo hard, zei hij. Hij zei, de tweede keer, dan gooi ik zo'n klinker door je ruit heen. Hij zei dus, nu kan het, maar de volgende keer stap ik zo die klinker, zo door je ruit. En dan weet je, dat hoef je niet meer te doen. Nou, en het is ook niet meer gebeurd, denk ik. Nee, nee. Ik neem hem maar... Dit wil zeker niet meer gebeuren, want dan heb ik zat in de klinker binnen. Gaan we goed erop zo of niet? We zijn aan het doen, aan het filmen of we zijn aan het filmen, want ik kan geen foto maken. Als ik dat hamer laat doen, dan ploft hij denk ik. Kijk maar, want ik weet niet of wat staat. Het staat er wel op, nou is mooi. Doe mij maar een grote. Kijk, hier zitten met z'n tweeën. Humpie en Humpie zitten hier even uit te zoeken wat ze gaan nemen. Shoni Shari Reggae. Ik krijg een copyright op dit. Op wat? Dit. Ik krijg copyright op, mag ik niet uitzenden. Ja, dat is YouTube, hè. En moet je in de poppetjes schrijven? Nee, omdat ze dit afspelen. Dat is copyright. Je moet vragen of je muziek uitzetten. Ik weet er niet zelf een muziekje onderzetten. Ja, daar kan ik wel iets onder regelen, maar ik regel mijn maat altijd wel. Ja, we verdienen nog niet zoveel centen ermee, hè, dus dan valt het mee. Als er dadelijk doekoes binnenkomen, dan. Maar wat gaan jullie nemen? Ik neem een normaal portie. Ja. Ik een klein met Grand Marnier. Waar is dat, drank? Ja. Mijn moeder van Alkenees. Nee, dat klopt. Maar poffertjes doen. Dat klopt. Oh, daar staat. Nou, ik weet het niet, Anneke, maar we hebben het nu echt over de krant. We hebben het laatste drankje van jou, hoeveel hij erop? Luister even, het gaat niet om. Jij bent een gemiddelde drinker. Jij drinkt iedere dag van een wijntje. Oh.
lekker. Kijk, even lekker hoor. Even deze gratis, geen echte sponsoring, hè? Als jullie me willen sponsoren, kan altijd. Ja, met de sponsoren. Ja, ja. Hoe deed je dat nou? Doe nog eens even een keer. Doe nog eens even naar waar je nou net deed. Wat? Is dat zo? Ik dacht, jij deed het wel. Ik heb er geen boter op. Oh, dat vind ik zo vies. Dan moet ik wel eraf halen. Ja, doe dat niet echt snel. Dan moet ik zo te janken, joh. Of de janken gesproken. Ja, dan geef mij maar een beetje boter. Ik vind juist dat is nou zo lekker, joh. Vroeger gingen wij op vakantie naar Frankrijk. Ik met Jan. En dan kocht ik crêpes. Jan is mijn moeders eerste man. Ja. Wat ging je doen? Crêpes. Dat zijn hele dunne pannenkoekjes. En dan altijd crêpes gras manier. Oh. Op de poffertjes moet ik gewoon ouderwets gewoon. Ik zie jammer dat ik weer net even de helft van je hoofd erop had zitten toen dat ze zei, oh. Maar dus we zaten het even, hadden het erover, dat Anneke zat net even vlieg te vangen en ik had die camera moeten pakken. Weet je, het was zo'n mooi beeld. Dan zat ze zo. Dat is voor, au, oh, mijn schouder. Kijk, hier hebben we ook gewoond vroeger. Ja. Ziet de kerstboom al staan aan. Ach, kijk, dit heb ik ook weer niet, had ik weer niet aanstaan, hè. Dus, Anneke heeft dan net het verhaal over me. Anneke die aan de cavia, die had zijn huis en die lag dood in de kooi. Maar Anneke moest op tijd naar zijn werk, dus ze zei, ik los het anders op. Dan bel ik Ellie op, mijn moeder, en dan zeg ik, de cavia deed aan, ga even kijken. En mijn moeder ging kijken en een half uur later belde ze, cavia dood. Maar Anneke wist dat al, hè? Ja, Anneke wist het al, dat is toch ook niet best, dan ben je eigenlijk... Ik wil niet zeggen, ik vind jou eigenlijk een geweldig persoon. Oh ja, ik zei gewoon in de kliko. Waar is dat ding gebleven? Ik zei in de kliko. Ja, en ik wil een koffie zetten, cake bakken, want dat hoort bij een begrafenis. Maar het was al gebeurd. Het was, hij was al heen gegaan. Ik zeg in de kliko, denk ik. Wat anders, ja. Wat anders, kan? Nou, dat is dus een beetje hoe mijn moeder en Anneke met elkaar omgaan. Pure liefde is dit. Jammer. We zaten net, Anne zei, pak die camera nou. Ze zat hier nog een half uur in de klep te trekken. Hoe lang zullen we er laten stoppen? Ja, maar ik had hem ook weer te laat aan. Want je hoorde jou, verdomme ook, zit hij nog op slot ook. Zo hoorde je jou. Zorg maar naar de eerstvolgende keer dat we naar de mee gaan. En dan naar Berlijn toe gaan, maar dan wel 500 kaartjes meenemen. Dan kan ik je wel vertellen. Oh! Nee, ja. Ja, en dan moet ik toch wel wat nieuwe batterijen halen, want deze was wat leeg. Nou jongens, Anneke gaat lekker naar huis. Ja. En bedankt. Ja, El is mijn zat. Mitchell dat altijd zegt, we gaan eens even een smoothietje maken. Zeg wat? Oh, Mitchell zegt het altijd. Het is om Mitchell. Mitchell. Hij is weer heerlijk geworden. Deze smoothie rook eigenlijk niet zo lekker. Ik heb er even een bakje kerst bij gehoord, zoals altijd, want kerst is voor alles goed. Dan hebben we lekker een schepje whey protein. Banana. Protein. Voor die rode stjes. En nou jongens, smaak, teamen, toch een partijtje goddelijk. Kijk, ik heb die ramen gewoon even helemaal op. Meisjes, dames en heren, we zijn thuis. Ik ga even lekker in bad. Even het badje aanzetten. En dan even lekker chillen, daar heb ik echt even zin in. Kijk. Oké, badje aan. Dan gaan we even lekker in bad. Met die Anneke, dan kun je zo lachen. Geweldig. Anneke, bedankt. En tot de volgende. Ik weet niet of het nou aan mij ligt, of niet. Goedemorgen. Vriend op iemandje samen. Maar als we even recap doen naar... Gisteren, even zo. Ja. En dan naar nu weer. Het is nu toch veel donkerder buiten. Als je kijkt, moet je kijken. Gisteren ging ik rond dezelfde tijd naar de gym. Ook om 8 uur wou ik daar zijn. En... Gisteren was het naar mijn mening al wat lichter. Oh, joh. Dat vind ik niet zo lekker. Maar... In mijn mening was het gisteren dus lichter al en nu is het dus nog gewoon veel donkerder, dus niet best. God haat de tijd. Het wordt er weer bijna echt gewoon tot 8 uur 's morgens vroeg donker.
Ja. Het is maar 8 uur en het is nog donker. De zomer is echt voorbij, jongens. We gaan weer naar de winter. Hey, ik ga weer lekker sporten. Ik heb weer even lekker een musselmeat maaltijdje. En ik heb springtouw meegenomen om lekker op te warmen. Dat vind ik eigenlijk wel even lekker. Want springtouw kan ik niet zo goed. Maar ik ga het wel doen. Vandaag is de verjaardag van Jordi en Jet. Dus ja. Nou ja, dat. En dan, nou ja. Jet is eigenlijk pas 30 september jarig. Juni, juli, augustus, september, oktober. 30 oktober. En mijn broertje die is 6 november jarig. Maar ze vieren het dan lekker nu. Ja, dat kan. Dat mag. Dus daarom. Nou jongens. Dat was hem. Ik ben weer klaar. 10:50. 10. En ik heb nog even touwtje gesprongen op het einde. En in het begin. Dus ik heb in het begin touwtje gesprongen op het einde. En op een gegeven moment krijg ik amper dit touwtje meer omhoog. Dus dan denk ik, het is goed geweest. Goh, man. Die zonnebril te beslaan. Ik ben helemaal ziek. En ja, dat is. Dus dat is wel even lekker. En een touwtje springen met schoenen aan, daar gaan we niet zo best af. Zonder schoenen, in ieder geval die lompe mees en garments, daar moet je niet mee touw springen, maar zonder gaat best. Dus ja, dat. Dan word ik naar huis, ga ik eens even douchen. En dan moest ik met Jan er even ergens heen. En dan kijk, de belt hij al. Dus. Nou jongens, ik zit in de auto en ik ben een beetje schrijnig, want mijn haar wil niet zitten, want het ziet dus eruit als dit. En ik pas mijn broek van mijn pak niet en mijn zwarte blouse die ik van mijn pak had, die zit naar mijn mening niet zo mooi als dat ik eigenlijk gehoopt had dat die zou zitten. Vandaag gewoon moet je heel die knopen dicht doen en anders ziet het er niet uit. Dus ja, best. Nou jongens, we zijn met Jordi en Jet en mijn moeder doet even de dingen eruit halen. Godverdomme. Jongens, dat was het maar weer voor deze keer in de vlog. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, te subscriben. Het hele pakket. Want ja, hoe meer abonnees, hoe meer leuke content we kunnen maken voor jullie. Gert, die had alweer wat bedacht. Ik zeg, Gert, als we er geld mee verdienen. Ik zei, dan gaan we een keer met jou een minuut lang shoppen. En Gert vond dat wel een goed idee. Dus jongens, vergeet vooral niet te abonneren. Ook voor Gert. Want die wil graag een minuut lang shoppen. Dus support Gert in een minuut lang shoppen. En support jezelf voor leuke, gezellige content. En dan zeg ik tot de volgende. En ha! Yeah!